gaan naar Den Haag, waar de politie vandaag groots uitpakt. In de wijk Laak is er geen ontkomen aan. En ieder die nog wat te vereffenen heeft met justitie of de Belastingdienst, wordt direct van de weg gehaald. We hebben een 100% controle vandaag. Nou, dit is een controle middels ANPS. Dat zijn voertuigen die dus kentekens lezen. En voertuigen die gesignaleerd staan voor de politie, Belastingdienst enzovoort, die worden eruit gepikt door de motorrijders. Die worden naar deze controleplek gedirigeerd. En daar gaan we kijken wat er precies aan de hand is. Er kunnen allerlei redenen zijn dat de politie je staande houdt. Om ervoor te zorgen dat de juiste auto bij de juiste dienst terechtkomt, werkt men volgens een vast systeem. Wij krijgen door van het ANPR-voertuig of die gesignaleerd is voor de belasting, voor de politie of voor de gemeentelijke belasting. Of voor de gerechtsdeurwaarde, die hebben we er ook bij. Het kan ook zijn dat ze allemaal zaken mee hebben. En aan de hand daarvan leggen wij dus de bepaalde kleurkaart achter de ruitwisser neer. Zodat we weten als ze bij de politie zijn geweest naar welke volgende instantie ze dan gaan. Ook deze rijschoolhouder wordt van de weg gehaald. Zodra zijn auto in een vak staat, wordt hij meteen even technisch nagekeken door de mensen van de RDW. Je zou verwachten dat de rijschool zijn zaakjes op orde heeft, maar niet dus. Een lesauto met twee hele gladde banden. Twee hele gladde achterbanden. Helemaal weg. Morgen had ik een afspraak voor... Ja, we rijden met een lesauto, hè? We rijden met een bord les op het dak en dan rijden we met twee gladde achterbanden. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan het echt niet begrijpen. Dat heb ik niet meer een afspraak, maar... En de APK was verlopen, begreep ik? Ja, ik heb een afspraak. En de auto is nooit zeker geweest. Nee, we hebben een uitrij laten maken. Deze auto staat sinds 2004 op groen naam. Ja. En daar is nooit verzekerd geweest. Nooit? Nooit. Dus je krijgt een bekeuring voor de verzekering, APK in elkaar, maar... en de gladde banden. Nee, maar ik heb altijd mijn verzekering wel betaald. Ja, dat is breed. Want voor ons staat in ieder geval niet in het systeem. En wij gaan uit van het systeem. Dus, dus ik ga even wat opschrijven. Ja. Deze collega gaat ook nog even wat bekijken. De Belastingdienst. Die staat hier ook. Ja. Daar gaat u straks naartoe. Want daar gaat u ook nog wat. Ja, ik heb dat met meneer Voetaal. Nee, maar ik heb dat met meneer Voetaal geregeld. Dus dan moeten ze meneer Voetaal bellen van de Belastingdienst. Nou, er staat in ieder geval nu een medewerker van de Belastingdienst. Ja, is zo. En op het moment dat de controle hier klaar is, dan haalt die collega daarbij. En die gaat dan verder met uw zaken. Is goed, prima. Oké? Ja, okay. Maar er is nog een probleem. Zijn licentie blijkt ook nog eens verlopen te zijn. Op het moment is het dus niet geldig, je komt ook niet controleren. Ja, wat doe je ermee? Nou, hij heeft natuurlijk, hij was niet aan het testgeven, of zat er een leerling bij me net? Er zat een leerling bij. Er zat een leerling bij, hoor ik net. Dan heeft hij wel een... Dan heeft hij wel een probleempje inderdaad. Dat is gewoon een verbaal. Ja, bedankt. Dag meneer. Ik begreep dat u een leerling had op het moment dat u de controle binnen was gereden. U weet ook dat uw bevoegdheidspas is verlopen? Ja, ik heb gewoon de maand het examen. Ja, oké, maar dan mag u dus niet in de tussentijd met een leerling rijden. Dat weet u ook. Ja. Ja. Maar ja, daar krijgt u ook procesverbaal voor. Ja. Ik krijg ook steeds een groene formuliertje van die mensen. Ja, maar kijk, met alle respect meneer, maar u geeft les. Maar... veel klopt er niet. En heeft overal excuus voor. Ja, maar dan moet ik naar de garage. Nee, ik heb geen excuus. Mijn bevoegdheid om les te geven is verlopen. Ja, maar ik moet hem laten verlengen. Ja. Kijk, u geeft les. U moet de zaakjes geregeld hebben. Ja. Toch? Ja, gelijk. Nee, u weet wat strafbaar is als u zonder geldig bevoegdheidspas les gaat geven. Ja. Weet je, het verhaal is, ik dacht dat hij tot 2014 geldig was. Oh. Ik kwam er te laat achter dat het nu 2013 is. Maar staat er duidelijk op, hè? En, ja, maar oké, als je 5 jaar hebt in je portemonnee hebt. Ja, oké. Okay, en dan, je gebruikt hem bijna nooit. Dus u dacht dat het tot 2014 geldig was? Ja, en toen ik achterkwam, heb ik een afspraak gemaakt. En toen kon ik volgende maand. Begon ik zo doen. Dat is net verlopen. Want ik dacht dat het... Nou ja, augustus. Augustus, ja. Hey, maar goed, ja, dit is ja, werk, dus ja... Ja, nee, ik begrijp u wel. Beetje scherp zijn. Ja, ik geef je gewoon gelijk, zo geen excuus, maar zo is het gedaan. Ja. Slut. Ja, dank u wel. Succes verder. Ja, dank u wel. Het bleek dat deze meneer uiteindelijk niet in het bezit was van een geldig bevoegdheidspas. Om dus les te kunnen geven aan leerlingen, terwijl de leerling wel in het voertuig zat.
Buiten dat was het voertuig niet verzekerd en het voertuig was niet gekeurd. Vervolgens heeft het RDW het voertuig ook nog bekeken en bleek dat hij ook technisch niet in orde was onder twee gladde achterbanden. Vervolgens is het voertuig doorgereden naar het gedeelte van de Belastingdienst. En daar bleek dat de eigenaar van het voertuig dus nog een substantieel bedrag had openstaan bij de Belastingdienst. Het bedrag van de Belastingdienst was dusdanig dat hij dat niet in één keer kon betalen. Vandaar dat het voertuig naar binnen wordt gesleept. Lesgeven zit er voorlopig even niet meer in.